hoort hij de alarmbel gaan. Dan komt Sam er heel snel aan. Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de held van de buurt. Ah, gelukkig, je bent er. Daarboven, Sam. Rustig maar, Brenda. Alles komt in orde. Jenny, stabiliseer Jupiter. Jupiter stabiel. Schiet op, Sam. De ladder gaat nu omhoog, Sam. Ietsje verder, Jenny. Kom maar, tijger, het is tijd om naar huis te gaan. Oh, wacht eens even. Kijk toch eens wat ik heb voor jou. Ah, werkt altijd. Oké, Jenny, laat me maar zakken. Oh, dank je, Sam. Hou je vast, Sam. Ik ga je nu naar beneden. Oh, gelukkig. Wat een opluchting. Ah. Help! Kom met ons helpen! Oké, ik ben er klaar voor. Maar ik niet. Ik moet de camera opnieuw aanzetten. Oh! Ja, komt iemand me nou nog eens redden of niet? Ik kom al, Sarah. Ik kom al! Gewond op het strand. Er is een gewond op het strand, Sam. Lijkt me de klus voor de kustwacht. Ga met Jenny naar de reddingsboot. Wat is er gebeurd, Karel? Hallo Sam. Niets eigenlijk. Ik raakte een rots en viel overboord. Mijn voet zit vast in de kreeftenfuik. Ik kan er niet uit. Oh, nee. Oh. Ik duik naar beneden en kijk wel even. Je moet behoorlijk hard zijn gegaan toen je die rots raakte. Ik weet het. Ik wilde de held uithangen. Dat is Sam's derde redding in één dag. Dat is mijn douchegordijn. Norbert? Oh, vliegende vlammen. Oh, de telefoon. Oh, het nummer. In noodgevallen, welke hulpdienst heeft u nodig? Brand! Brand! Brand in de keuken van de kazerne. Sam, Sam, er is brand in de keuken. Brand in de keuken van de kazerne? Nou zeg. Doe de gaskraan dicht, Elvis. Gaskraan dicht.
Elvis Crispijn. Er staat gewoon een brandblusser in de hal bij de nooduitgang. Wat spijt me, baas. Ik raak in paniek. Hoe is met het eten? Oh. Het eten is wel vaker aangebrand, maar nog nooit zo erg. Volgens mij brengt deze emmer helemaal geen geluk. Aha. Au. Jammer dat we vandaag geen krab vangen, Norbert. Hier, laat mij maar. Ik zit vast. Ik moet hulp vragen. Noodgevallen. Welke hulpdienst heeft u nodig? Oh, Mark Voet zit opgesloten in zijn busje. Zand gaat om Mark Voet. Hij zit opgesloten in zijn busje. Zo snel mogelijk er naartoe. Geen zorgen, Mark. Hulp komt eraan. We hebben je er zo uit. Elvis, wacht. Wat ben je van plan? Je zei als het nodig was dat ik de superknieptang als eerste mocht bedienen. Maar hij is niet nodig. We hoeven alleen dit hout te verplaatsen en de deur kan open. Oh, bedankt, Sam. Ik dacht even dat ik er nooit meer uit zou komen. Oh, er zit iemand vast tussen de rotsen op het strand. Het strand, Sam. Iemand zit vast. Zo vlug als je kunt er naartoe, want het wordt al vloed. Neem de superkniptang mee, Elvis, voor het geval dat... Yes! Wat is er gebeurd? Zijn voet zit echt muurvast, Sam. Ik heb van alles geprobeerd. Nee hoor, nog niet alles. Dat klopt, Elvis. We kunnen nog één ding proberen. Norbert, kun jij je veters losmaken? Denk het wel. Yes! Ah, dankjewel, brandweerman Sam. Oh nee! Mam! Klaas! Er is nu echt brand. Een bosbrand. Bel brandweerman Sam terug, nu! Norbert Puk, wat heb ik je nou gezegd over het verzinnen van die enge verhalen? Nee, ik verzin dit echt niet. Het is waar. Kom maar kijken. Oh, nee. We hadden nooit bij het kampvuurberg moeten gaan. Tot Thomas voor Sam. Ik ben onderweg. Waar ben jij? We zijn net gearriveerd, Tom. Jenny, Elvis, breng de slangen. Zo! Het vuur is te ver van de weg. De slangen rennen het niet, Tom. Tijd voor draagbare pompen en vuurzwepen. Geen zorgen, Sam. De watertank is gevuld. Ik kan helpen vanuit de lucht. Leuk hoor, die slappe scheppen. Oh nee.
Ik bel brandweerman Sam. Mark Voet is gevallen. Hij zit vast in het Volviscafé. Ongeluk in het Volviscafé. Persoon zit vast. Roep zuster Voet maar op. Er is misschien medische zorg nodig. Oké, Sam. Blijf maar rustig, Mark. We hebben je er zo weer uit. Oh, ja. Voorzichtig, Sam. Verplaats hem niet. Hij moet eerst ingesnoerd worden, voor het geval er iets met zijn rug is. Hier is de EVAC-stoel om hem te vervoeren, Sam. We hebben niets aan de EVAC-stoel, Elvis. Er is hier helemaal geen trap meer. Ga de brancard pakken. Juist, de brancard. Rustig aan daar. Een noodgeval? Nee, niet zo, mam. Dat werkt toch niet? Mam, bel brandweerman Sam! Brand in de supermarkt? Sam, brand in de supermarkt van Duwertje Puk. Ze heeft ons zojuist gebeld. In de baai is een man overboord. Sam, wacht! Wat is er? Er is ook nog een andere oproep. Er is een man overboord in de baai. Laat Jenny naar de reddingsboot gaan, commandant. Goed idee, Sam. Jenny. Ik ben al onderweg, baas. Elektriciteitsbrand, Elvis. Je moet eerst de stroom eraf halen. Daarheen. Dankjewel, Sam. Het komt goed, Diewertje. De brand is geblust. Alles is in orde. Alles komt goed, Norbert. Maar je moet wel luisteren naar wat ik zeg, zodat ik je kan helpen. Hallo, Tom? We hebben hier beneden een dubbel harnas nodig. Geen zorgen, Sam. Het komt eraan. Momentje. Oké, Norbert. Ik kom je een harnas brengen. Je moet hem over je hoofd doen, Norbert, zodat hij onder je oksel zit. Komt wel goed, Sam. Ik hou hem wel vast. Pak jij radar maar. Wow! Norbert! Je moet hem wel goed omdoen, Norbert. Sorry, Sam. Ik dacht dat ik wist wat ik deed. Maar dat was niet zo. Maakt niet uit. Ik ben er nu. Haal ons op, Tom. Wow!
Hij is een leuk snugge hondje, oh yeah. Hij is een leuk snugge hondje, oh yeah. Hij is een leuk snugge hondje, oh yeah. Hij is een leuk snugge hondje, oh yeah, yeah. Zit, roep hem dan, want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat, brandweerman Sam. En hij is heel accuraat, brandweerman Sam. Hoe kort zijn nachtrust ook duurt, Sam is de held van de buurt.